Ja, Tom, ja, wat een spannend slot. Ja, dat is jammer. Het zat erin op het einde, maar misschien over heel de match gezien hebben we toch te weinig gebracht. Ik denk, de eerste helft was volledig voor hun. Dan hebben we de tweede helft geschoven. En dan zie je dat we toch nog de spankracht hadden om terug te komen. En dan hebben we op het einde wel pech natuurlijk. Het is jammer dat hij een bal niet binnen had. Dus jammer. Ja, die 3-1 en die 3-2 waren schitterende doelpunten van jullie. En dan op het laatste, inderdaad, die 93e minuut, die bal op de lat. Ja, die kan er twee kanten uit. Hè. Dat is voetbal. Hè. Dat is mooi geweest om het jaar af te sluiten, om toch nog dat puntje te pakken. Ik denk dat we de tweede helft wel de rug hebben gerecht. Dat de kers op de taart geweest. Maar... Ja, het was lang wachten op die 3-1, hè, want de coach had thuis rust tegen jullie gezegd, ja, als die 3-1 valt, jongens, dan is alles nog mogelijk. En zo is dat ook in de voetbal. Maar het was volgens mij, ja, 5 à 10 minuten te lang wachten. Ja, misschien wel. Maar je weet, ja, als die laatste bal binnenvalt, spreken we over iets anders. Hè. Dus het zijn kleine details allemaal. En dat jammer. Vorige week speelden we een heel goed match. Nou, we dat nu konden doortrekken, dat had mooi geweest. Maar niks aan te doen. Dus, ja, nu 2 weken of 3 weken rust. En dan naar die wedstrijd tegen Izegem. Het zal deugd onder rust. Want ja, een paar geblesseerden en een paar geschorsten. Die komen allemaal terug in de groep. En dan wordt het die herronde terug knokken. Hè. Ja, sowieso. En vandaag toch wel een paar man gemist. Maar ik denk ja, dat op zich geen probleem mag zijn. Er waren natuurlijk wel drie geschorste Ramzi dan gekwetst. Dus dat vervangt hij niet zomaar. En misschien de juiste moment voor de winterstop.